Beste kijkers, wat is een ontspiegeling en waarom zou je de meerprijs betalen voor die coating op je glazen? Ik ga het je gelijk laten zien. De reden is dit. Dit is een ontspiegeld glas en dit is een niet ontspiegeld glas. Als je zo kijkt, zie je het verschil wel. Deze heeft een beetje een paarsgroenige restglans en deze gewoon het wit van de studiolamp. Maar het verschil zit er maar vooral in wanneer je hem draagt. En dat lijkt me wel duidelijk. De ontspiegeling zit aan de binnen- en aan de buitenkant van het glas. En je merkt het wanneer iemand je aankijkt of een foto van je neemt, maar ook als je er zelf doorheen kijkt. Als ik het glas al voor me hou, dan kan ik de schittering van het open haartje, de televisie dus, ja, wel zien. Ik kan het niet echt onderscheiden wat het is, maar ik zie dat daar wat gebeurt. Als ik deze nou pak, nou, dan gebeurt er gewoon niks, hoe ik hem ook hou. Soms denken mensen van, nou, ik heb net mijn ogen laten meten, ik wil eens een bril gaan proberen, maar ik wil niet meteen al dat geld gaan betalen. En dat begrijp ik ook wel, maar toch zou ik wel adviseren om de meerprijs neer te leggen. Want als je een bril neemt zonder ontspiegeling, dan ervaar je het voordeel van de sterkte, maar het nadeel dat je hier doorheen moet gaan kijken en al die schittering de hele tijd ziet. Dus mijn advies, neem altijd ontspiegelde glazen. Er is ook wat kwaliteitsverschil. De duurdere glazen gaan wat langer mee. En dat merk je met name bij het poetsen, als je anderhalf jaar dagelijks je bril hebt gepoetst, dan zal de duurdere coating er nog goed uitzien. En de goedkopere begint toch wat krasserig of vlekkerig te worden. Dus, ontspiegeld, niet ontspiegeld, de keuze is aan jou, maar ik denk dat dit wel duidelijk was. Mocht je nog vragen hebben of ideeën, zet ze gerust hieronder. Je kunt je hier ook abonneren voor meer video's over brillen. Je vindt me op social media als Alex de Opticien en ik zie je zoals altijd weer heel graag bij de volgende.